In het kader van de ontwikkeling van Ease of Doing Business, innovatiebeleid en de ICT-sector, heeft het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme een presentatie over Singapore gehouden. De Chief Executive Officer van Crimson Logic, de heer Sow Ken Wee, behandelde het onderwerp A Case of Singapore. Het was goed om te luisteren hoe een ander land, een veel groter land, de ontwikkeling door heeft gemaakt richting digital. Welke stappen ze daarin hebben ondernomen, hoe daarbij ook de overheid zich ontwikkeld heeft. Want het is een samenspel, niet alleen de samenleving, dus de bedrijven gaan ontwikkelen, maar ook de overheid gaat ontwikkelen. Je bent samen op dat traject. Dus dat was heel informatief. Bevestigd is geworden, is dat we een nationaal ICT-plan nodig hebben voor Suriname. En als we dat hebben, dan kun je ook bijvoorbeeld heel belangrijk vaststellen wie je daarvoor nodig hebt, dus de workforce. En kun je beginnen met daar een plan voor te ontwikkelen. Kijk, wat we in ieder geval hebben gedaan als ICT-associatie is een Vision 2020. Hebben we al ontwikkeld. He, waar moet Suriname naartoe? Welke pijlers identificeren we? Heel belangrijk is educatie. Dat we, als we vast hebben gesteld wat we nodig hebben, dat we daar ook de onderwijsinstellingen op aansluiten en aangeven, dit hebben we nodig, zodat ze daar ook hun onderwijsprogramma op aan kunnen sluiten. Daar zijn we nu heel erg mee bezig. Er zijn nog twee andere pilaren. Eén pilaar is infrastructuur, zorgen dat iedereen ontsloten is, dat we in ieder geval connected zijn met elkaar, dat de scholen connected zijn, dat de scholen ook access hebben tot bijvoorbeeld internet. Dat is een heel basaal, maar heel een hele grote randvoorwaarde. Infrastructuur, andere is ook funding. Je wil alles doen, maar je moet daar ook gewoon het geld voor hebben. Op dit moment kan nog veel meer uit ons komen. Als je kijkt naar innovatie, we zijn sharp, we zijn hele sharp. Suriname zijn sharp, een hele sharp minds hebben we. Alleen is het ondernemers, die ondernemersgeest is er nog niet om te weinig. Het is er, maar het kan veel meer. We kunnen veel meer doen. En daarom willen we ook dat stimuleren. He, je hebt bijvoorbeeld STEM, dat is Science, Technology, Engineering en Mathematics. Dat moet meer gaan leven bijvoorbeeld bij de jeugd. Robotics. Er moet meer vrijheid zijn in denken. En meer vrijheid zijn in wat er allemaal mogelijk is. En gewoon dingen mogelijk gaan maken. Want er zijn problemen die door middel van digital opgelost kunnen worden. Die zijn er. Genoeg in Suriname. En we kunnen die, daar moeten we wat meer over na gaan denken. Dus ICT, de ontsluiting is er nu. Ik denk dat we het beter kunnen gaan gebruiken. Dus gebruik het voor je resource, voor je bron, om geïnspireerd te raken. Wat gebeurt er allemaal in de wereld? Er gebeurt zoveel. Hoe gaan wij daarop aansluiten? Weet je, er is bijvoorbeeld, wereldwijd is er een tekort nu aan cybersecurity specialisten.
Wat betekent dat? Kunnen we daar niet een rol ook in gaan spelen? Dat is een voorbeeld die ik noem. Wat we moeten meer uit ons halen, want het is er wel. Talent is er en dat moeten we gaan stimuleren. Crimson Logic richt zich op de digitalisering binnen overheden en het bieden van handelsoplossingen, waarbij ze producten ontwikkelen voor grensoverschrijdende handel, rechterlijke macht en bedrijfslicenties. Ik werk bij de Hagerinbank en het toeval wil dat ik bij de Hagerinbank verantwoordelijk ben voor digitalisering en innovatie. Dus de meeste dingen die zijn besproken zijn wel bekend. Alleen de vraag is nu, de Hagerinbank is sterk bezig met innovatie. Hoe kun je het verder brengen dan alleen maar wat wij doen bij de Hagerinbank? Maar ook uit de presentaties gebleken dat je daar de overheid bij nodig hebt. Dus de vraag is, hoe kunnen wij onze inspanningen bundelen met die van de overheid? Om niet alleen innovatie te brengen bij de Hagerinbank, maar voor heel Suriname. Om een voorbeeld te geven, we hebben gelanceerd vorig jaar Hagerinbank Online Payment. Is de eerste online payment betaaloptie van Suriname, maar het is van de Hagerinbank. We hebben gezegd nee, het moet van heel Suriname zijn. Dus nu zijn we bezig met BNets en met de andere banken van de bankiersvereniging om het te transformeren naar online payment voor heel Suriname. Dus we beginnen met de innovatie, maar we moeten het brengen voor heel Suriname. Om dat te doen heb je of de overheid nodig of in dit geval een orgaan als BNets die verantwoordelijk is voor de techniek achter de betalingen in Suriname. Het werkt heel goed. We zien dat de ondernemers zich spontaan aanmelden. We hoeven niet eens reclame maken voor de ondernemers. Ze melden zich spontaan aan om op het platform te mogen zijn, omdat ze 24/7 hun product kunnen verkopen. De consument daarentegen is nog traag. Je ziet, we zijn nu net een week in de lucht. We gaan vandaag beginnen met advertising. En langzaam beginnen de transacties binnen te komen. Dus om jouw vraag te beantwoorden, de adaptatie van de ondernemers gaat heel hard. De adaptatie van de consument gaat nog langzaam. Kinderen in de groei moeten spelen om hun spieren en evenwicht te ontwikkelen. Door een potje voetbal of door in de speeltuin bezig te zijn, beweegt het kind actief en krijgt elke spiergroep de aandacht die het nodig heeft. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken heeft de verantwoordelijkheid over sportfaciliteiten om bewegen en sporten te stimuleren voor een gezonde ontwikkeling van elk kind. Het afgelopen jaar heeft de oplevering plaatsgevonden van een speeltuin te Groningen Saramacca. In het resort Beekhuizen wordt er momenteel een speeltuin opgezet. De voorbereidingen zijn in volle gang. Zo, we zijn bezig hier zo een speeltuin te plaatsen voor de kinderen van de buurt. Zijn we al bijna zover dat het bijna afgerond is. Ik denk dat we vrijdag klaar zijn hiermee. Met het gedeelte van het speeltuin op te leveren. En de volgende gedeelte is dan schutting. Het wordt sowieso een hekwerk erom gezet om die honden en zo. En ook veiligheid van de kinderen ook. Ja. Het is voor algemeen. Voor de kinderen van de buurt. Misschien willen andere kinderen van andere districten hier komen, kunnen ze ook hier spelen. De speeltuin bestaat uit fleurige speeltoestellen. Een klimrep, wipplank en schommel zijn enkele van de toestellen waar de kinderen gebruik van zullen maken. Er komt ook nog een omrastering rondom de tuin, welke ervoor zal moeten zorgen dat het kind veilig kan genieten van de speelaccommodatie. Ik hoop dat ze het precies zo schoon houden en niet gaan vernietigen en zo. En dat de ouders, vooral de ouders, op de kinderen ook opletten, want er moet toezicht zijn op die kinderen. Want ik heb ook een kind, dus
toezegt, 100%. En ervoor zorgen dat hun kinderen veilig spelen en weer veilig dingen naar huis gaan. Ja, dus vrijdag 16 maart zijn we klaar met het gedeelte van het opzetten van het speeltuin. Volgende proces dan moet het nog een hekwerk krijgen, egaliseren. En dan is er een opening ervoor. Behalve in het resort Beekhuizen zullen er meerdere speeltuinen door het ministerie worden aangelegd. De volgende buurt die in de planning ligt is Richelieu in het district Kommewijnen. De oplevering van de speeltuin op Beekhuizen zal binnenkort geschieden. Van de 42 bureaus voor burgerzaken landelijk zijn 14 volledig aangesloten op het e-ID-systeem. ID-plichtige burgers kunnen alvast terecht bij deze BVB's vanaf 18 maart 2019 voor het maken van hun e-ID-kaart. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, BISA, en wel het Centraal Bureau voor Burgerzaken, het CBB, doet er alles aan om de overige BVB's binnen afzienbare tijd ook aangesloten te hebben op het nieuwe systeem. Het gaat hierbij om de BVB's Flora, Combe, Quatta, Lelydorp, La Vigilancia, Meerzorg, Groningen, Nieuwnikerie, Heenaar, Quarantijn, Friendship, Albina, Brokopondo Centrum en Achoni. De ID-plichtige burgers van de overige BVB's worden middels een afgebakende lijst verwezen naar een van de 14 BVB's. De zaterdagse dienstverlening bij de BVB's Flora, Combe, Centrum en Padfawanica houdt in dat burgers van alle districten daar terecht kunnen voor diensten zoals uittreksels, nationaliteitsverklaringen en paspoortaanvragen. Slechts 2 van deze 4 BVB's zijn voorzien van een ID-boot. Er zal voorlopig dus geen aanmaak van e-ID-kaarten op de zaterdag plaatsvinden. De launch van de EID en de opening van de printhouse hebben op 15 maart plaatsgevonden op het Centraal Bureau voor Burgerzaken. De vicepresident Michael Ashwin Adin en minister Mike Noor Salim van Binnenlandse Zaken mochten als eerst over hun EID beschikken tijdens deze plechtigheid. Ook de oudste en jongste ID-gerechtigde burger van Paramaribo hebben hun identiteitskaart in ontvangst genomen. Het gaat om Ferdinand Richenel Alexander, 103 jaar, en Mercedes John Soetsoy, 16 jaar.